Hoi, leuk dat jullie weer kijken. We gaan dit keer naar Sarah Kroos, even kijken of dat wat is. We moeten eerst nog even... We hebben boodschappen gedaan en zo. Ik wil even niet meer staan. Maar goed, boeien. Dus dat. En we gaan zo even nog eten en ons klaarmaken en zo. En dan gaan we naar Sarah Kroos. Voor eindelijk eens een keer weer gewoon iets in Dordt. Dat is wel eindelijk wat fijn. Om er niet zo te haasten om er te komen. Dus... Bezoek. Als u nog een paar dagen de tijd neemt, wilt u dan deze enquête even? Hoe zaten de stoelen? Hoe vielen er iets wat grovere grappen? En hoe was de koffie in de foyer? U mag nog lekker even gaan zitten naast de secteleider voor de toegift. En terwijl jullie lekker gaan zitten, leg ik even uit dat de souvenirwinkel van dit museum zometeen geopend is. Dat is hier op het podium waar nu het lampje subtiel schijnt. Daar is zometeen de winkel geopend, dus als je de liedjes van vanavond dan mooi vond, of je kon ze gewoon niet goed verstaan, dan kun je de cd kopen, er staan alle liedjes op, 5 euro is die cd. Ik heb ook nog een boek geschreven over afvallen. Ja, dus ik ben dus toch een heel dik boek geworden, dus dat mag je er gratis bij hebben vanavond. Ja, serieus, die is normaal 15 euro, maar omdat ik hier toch geboren ben, en ook deels getogen, mag je het boek gratis hebben als je een cd'tje koopt voor 5 euro. Dat is een prachtige winst pakken, dat is toch 2 tricksen voor de prijs van 1. Er is verder niemand bij het winkeltje, dus wij gaan ervan uit dat je gewoon, zeker in deze omgeving, want hij ziet alles, dat je gewoon 5 euro in een bakje doet en dan tussen cd en een boek meeneemt. Heel veel plezier ermee. En wij, om jullie te bedanken, toch voor mij altijd een speciale plek om te spelen, doen wij nog één liedje over de liefde. Sarah Kroos, als je van lekker grof humor houdt, ga erheen zou ik zeggen. Ik zou zeggen, je moet er gewoon heen, want het is echt keileuk. Ik heb echt onder mijn stoel gelegen. En, ja, gaan we nu nog eventjes wat dingetjes bekijken van musicals en concert. Dus even kijken wat jullie daarvan vinden. En ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Dus we gaan even. Like you're burning up a quarter of a mile. You look to me to be the eyes of age. As he spoke right out, and the lady's choice, the lady's choice, and the lady's choice, choice, choice. Zing die meid, en is ze hier die meid, maak ik er koud die meid. I can't have it all, now I'm dancing for my life. What a feeling. Hey, we komen net terug van musicals concert. Het was echt fucking leuk. Het is, ja, het is groots, maar ook weer intiem. Ik zou zeggen, echt gewoon, ga er gewoon heen. Als er nog kaarten zijn, dan... zijn er niet zoveel meer. Dus doe je best om kaartje te krijgen. Ik zou zeggen, kijk voor door de week, dan, want wij waren ook bijna niet in dat het best wel leuk was. Wat ik trouwens niet snap, maar ik was echt oké, leuk. Nou, ik ga nu alweer afsluiten, want we moeten ook naar... ik heb vanavond alweer wat te doen. Vanavond moeten we naar... wat is het nou? 100% NL Awards. Misschien ga ik het ook wel volgen. Dat zie je vanzelf wel. Of niet. Of ik er tijd voor heb. Doei.